Het aantal mensen in de bijstand groeit snel. Volgens het CBS hadden eind vorig jaar 413.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat is een toename van 33.000 in één jaar. De stijging is aanzienlijk groter dan in de voorgaande jaren, zegt het CBS. Dat komt door de kwakkelende economie en de verslechterende arbeidsmarkt. Het populaire spel Minecraft wordt verfilmd. Het computerspel heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen spelers. Minecraft wordt ook wel gezien als de digitale variant van Lego. In het spel maken spelers blokje voor blokje enorme gebouwen en gebieden. Waar de Minecraft-film over gaat, dat is nog de vraag. Het spel heeft namelijk geen verhaallijn. De ANVR is op dit moment druk bezig om zo'n 1000 Nederlanders terug te halen uit de Egyptische Sinaï. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam gisteravond met het dringende advies om toeristenorde als Sharm el-Sheikh snel te verlaten. Er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Dierproeven moeten alleen nog plaatsvinden als er echt geen alternatief is. Nieuwe technologie zou deze proeven vaak kunnen vervangen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. In 2012 waren er bijna 600.000 dierproeven, vooral voor de medische wetenschap.